Welkom. We gaan vandaag kijken naar hoe een eiwit wordt gemaakt. We gaan de route dus volgen van de code waar het eiwit staat naar waar het eiwit wordt geproduceerd. En dat is een ribosoom. Loop even met me mee. Dit is de kern. En in de kern zit DNA. Dat DNA zit in die kern al 46 verschillende stukjes DNA. Die stukjes heten chromosomen. En als we die bij elkaar zouden knopen, dan zou je 2 meter DNA in iedere cel, behalve de geslachtscellen, vinden van het menselijk lichaam. Dat is een hoop DNA. Dat DNA, dat hebben we nodig, want daar staat de code op wat voor een eiwit de ribosomen moeten produceren. Alleen het DNA mag de celkern niet verlaten. Dat is veel te kwetsbaar. Dus het DNA blijft daarin en er wordt van een stukje van het DNA, dat heet een gen, daar wordt een kopie gemaakt en die kopie heet het mRNA. Dat mRNA, de M staat voor messenger of boodschap, is een soort van appje of smsje aan het ribosoom met de code hoe het eiwit gemaakt moet worden. Alleen is het geen appje als in via de ether wordt verstuurd. Nee, het is een daadwerkelijk molecuul. Dat molecuul mRNA. Dat verlaat de kern via de pori, de kernpori. En dat wordt niet altijd in iedere methode goed getekend. Maar de kernpori die staat dus verbonden met het cytoplasma. En je ziet hier dat het endoplasmatisch reticulum is dezelfde, membraan als waar de kern uit is opgebouwd. Of de kernmembraan. Dus dit is iets waar je in de gaten moet houden en ik weet dat Nectar in bron 10 bij het hoofdstuk 4 van 4 VWO heeft daar dus een fout gemaakt. En dat is niet helemaal netjes. Je ziet dat ik hier het DNA heb vertaald naar mRNA, dat is een klein stukje blauw in plaats van een lange stuk blauw. Het is ook enkel strengs, dus het bestaat maar uit 1 deel en niet in 2 delen. En dat proces, het overschrijven, heet transcriptie. Als dat gebeurd is, dan gaat dat mRNA, dat gaat het cytoplasma in en dat zoekt een ribosoom op. En dat ribosoom, dat zie je hier op het ER zitten en dat klapt om dat mRNA en die leest stapje voor stapje de code wat daar staat. En als die code gelezen wordt, dan produceert die een polypeptide. En die polypeptide, dat heb ik hier in een soort van legenda staan, bestaat uit losse balletjes. Zou je dat kunnen voorstellen als een soort van kralenketting. En die afzonderlijke balletjes, die heten een aminozuur. En dan begint het al aardig scheikundig te worden. Want wat is nou dat aminozuur? Dat aminozuur, dat is een relatief klein molecuul. Dat bestaat uit 2 koolstofatomen met wat rommel eromheen, als ik het zo als bioloog mag noemen, en een aminogroep. Die NH2, dat is een aminogroep. De COOH is een zuurgroep. En dan zie je hier een centraal koolstofatoom zitten. Er zit altijd een H-atoom aan en een R. En nou denk je misschien R, dat bestaat helemaal niet in de scheikunde. Nee, dat bestaat niet. Dat noemen we de restgroep. En die restgroep, daarin verschillen alle aminozuren. We hebben er 20 verschillende. En op Binas tabel 67H1 kan je die 20 verschillende zien. En dan zie je dus dat het aminozuur altijd hetzelfde eruit ziet. Dat in je Binas tabel is dat groen weergegeven. Behalve die R. Dat ribosoom dat maakt dus. Dat maakt die polypeptide. Of dat eiwit. En dat eiwit is nog niet af. Dat wordt in een bolletje gebracht. En dat bolletje, dat blaasje. Dat gaat op weg naar het Golgi systeem. Dus dan hebben we ook al een aantal organellen of onderdelen van de cel hebben gehad. We hebben een ribosoom gehad, wat officieel geen organel is. We hebben het Golgi, heb ik eventjes genoemd, het endoplasmatisch reticulum. Op plekken waar het ribosoom voorkomt, dan heet dat het ruwe endoplasmatisch reticulum. Op het plekken waar er geen ribosomen voorkomt, dan is dat het gladde endoplasmatisch reticulum. En we hebben natuurlijk de kern, waar ik hier een klein stukje van de kernmembraan heb getekend. Transcriptie, overschrijven naar het mRNA. Translatie is het vertalen van de code naar de polypeptide die het ribosoom maakt met behulp van die aminozuren. Die aminozuren is wel leuk om te weten. Die moet je opnemen. Over het algemeen, je kan ze ook zelf maken, maar we kunnen eigenlijk alleen met het ene aminozuur omzetten in andere aminozuren. Dus aminozuren, die moet je opnemen en waar komen die vandaan? Nou, uit je verteringssysteem als je eiwitten verteert. Hoop informatie,
Kijk het nog eens over en wie weet heeft het je geholpen. Succes!